Voorzitter, het is vandaag een bijzondere dag en ook voor mij een bijzondere ervaring om dit eerste debat te voeren met een nieuw kabinet. Een kabinet dat in ieder geval ten dele onze politieke kleur heeft. Eindelijk, na 25 jaar, een beetje rechtsgeluid in de regering. Forum voor Democratie is ook in deze nieuwe constellatie natuurlijk een oppositiepartij, maar het voelt toch behoorlijk anders dan bij de kabinetten Rutte die we jarenlang gekend hebben. Dichterbij, minder vijandig, met enkele mensen in de regering die ik als geestverwant beschouw. Politieke vrienden die ik serieus neem en mijn vertrouwen gun. Het stemt dus voorzichtig optimistisch. En vanzelfsprekend felicitaties richting ambtsgenoot Wilders. Ook richting Caroline en Pieter en Dylan. En ook felicitaties aan de nieuwe premier Schoof. Wij zullen dit kabinet inhoudelijk en constructief kritisch benaderen. En we gaan bij ons best doen om bijdragen te leveren die haalbaar zijn. Die concreet, direct uitvoerbaar zijn en gericht op de problemen waar mensen in het land dagelijks mee te maken hebben. Dus bij deze onze positieve openingswoorden. We gaan er het beste van maken. Maar tegelijkertijd, voorzitter, ik moet toch ook mijn teleurstelling over aspecten van het coalitieakkoord uitspreken. Want op vele hoofdzaken, op vele thema's waar onderliggende aannames bestaan, vooronderstellingen, worden die niet of onvoldoende ter discussie gesteld. Het beleid van de jaren Rutte lijkt op hoofdlijnen toch helaas te worden doorgevoerd. En dat zien we om te beginnen op het thema immigratie. Als ik het coalitieakkoord lees, concludeer ik dat het kabinet wil blijven buigen voor het internationaal recht en het Europees recht. Twee zaken die wij als illegitiem beschouwen en überhaupt niet erkennen. Waardoor het echt aanpakken van de massa-immigratie extreem moeilijk, zo niet onmogelijk, wordt. Er komt ook geen kwotum rondom immigratie, althans dat lees ik niet, geen maximum aantal. Of zoals je ook zou kunnen doen, een doelstelling dat bijvoorbeeld netto een bepaalde hoeveelheid immigranten netto jaarlijks Nederland moet verlaten. Bijvoorbeeld een negatief migratiesaldo van min 30.000 elk jaar. Dan ben je echt bezig het probleem aan te pakken, maar niets van dat alles in het coalitieakkoord. Er wordt ook niet gesproken over remigratie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld Europese of westerse immigranten enerzijds en mensen uit Afrika en Midden-Oosten anderzijds. Dus of er daadwerkelijk echt iets gaat veranderen, fundamenteel, ik waag het te betwijfelen. Ik hoop het, maar ik waag het te betwijfelen. Ik vrees dat het alleen maar ietsje pietje minder wordt, eventjes. Maar dat de structurele demografische transformatie uiteindelijk gewoon doorgaat. En daar wil ik nog iets over zeggen, voorzitter. Even als intermezzo. In reactie op wat er vandaag allemaal nog meer over is gezegd. Die specifieke term, omvolking. Naar ik begrijp is het woord inmiddels taboe verklaard, omdat de gedachte erin vervat zou zitten dat de structurele demografische transformatie van onze landen bewust zou zijn gebeurd. Kennelijk gelooft men hier dat het allemaal volstrekt per ongeluk is gebeurd. Als een soort consequentie die niemand had voorzien. Zo van, hé, wat een verrassing. Als je elk jaar grote hoeveelheden mensen uit Afrika en het Midden-Oosten hierheen haalt, dan verandert na verloop van tijd de samenstelling van je bevolking. Als je me nou, wie had dat gedacht? En dus dat als dit allemaal per ongeluk in een vlaag van onoplettendheid zou zijn gebeurd, dat je daarom dus geen omvolking mag noemen, omdat geen van de beleidsmakers dit had beoogd. Vreemd vind ik dat, voorzitter. Allereerst omdat het woordenboek de term omvolking eenvoudig definieert, en ik citeer, als verandering van de samenstelling van de bevolking van een land of gebied, zonder dat daar planmatigheid in wordt verondersteld. In die zin is er dus duidelijk omvolking als feit. Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal rond het midden van deze eeuw zelfs minder dan de helft van de bevolking in Nederland nog autochtoon Nederlander zijn. Dan is er dus effectief omgevolkt, een feitelijke constatering. Maar ook vind ik de gedachte, en dat wil ik toch gezegd hebben, dat de massa-immigratie van de afgelopen decennia volstrekt per ongeluk heeft plaatsgevonden, volkomen absurd.
In mijn jeugd werd mij geleerd dat nationalisme slecht was. Het zou onvermijdelijk tot intolerantie leiden, zo niet oorlog. En om die reden, zo werd het bij maatschappijleer en bij geschiedenis en zo voorgehouden, was het willen beschermen van de autochtone Europese bevolking fout, gevaarlijk. Nationalisme, c'est la guerre, zei François Mitterrand. We moesten divers zijn. Dat was de heersende opvatting. Multiculturalisme als ideologie, als overtuiging. Imagine there's no countries. It isn't hard to do, zong John Lennon. Nothing to kill or die for and no religion to. Als dat geen ideologisch bevlogen tekst is, dan weet ik het ook niet meer. De heer Timmermans heeft zelf ook meermaals geroepen dat de toekomst van Europa divers zou zijn. Anders zou het misgaan, anders zou er oorlog komen. De Duitse minister Wolfgang Schäuble waarschuwde enige tijd geleden voor genetische inteelt als Europa niet voldoende immigranten zou binnenlaten. De Britse toppoliticus Peter Sutherland waarschuwde, die later hogecommissaris voor de vluchtelingen werd bij de VN, sprak in het Lagerhuis over het ondermijnen van de Europese homogeniteit als doel van het Europese project en de open grenzen. Hier heb ik een officieel VN-document, Replacement Migration. Het is een agenda. Het is een bedoeling. Het is een plan van Europese elites. En volgens mij is er niets omstredens aan om te constateren dat nationale soevereiniteit en traditionele Europese bevolkingssamenstellingen al sinds de Tweede Wereldoorlog en misschien al in zekere zin sinds de Eerste Wereldoorlog in Europa worden bezien als probleem. Dus kom er bij mij niet mee aan dat de immigratie per ongeluk is gebeurd of onoplettend. Nee, het is een agenda. Het is de aanval op de nazistaat die al decennia gaande is en die gewild werd. Gewild door de mensen die hier de macht hebben gehad. Terug nu naar het coalitieakkoord. Want behalve dat er op immigratiegebied dus per saldo maar weinig lijkt te veranderen, of in ieder geval dat maak ik op uit het hoofdlijnakkoord, te weinig, zien we ook op andere beleidsterreinen eerder voortzetting van het Rutte-beleid helaas dan verandering ervan. Er komt bijvoorbeeld geen ingrijpende herstructurering van de publieke omroep. Geen EU-referendum of euro-referendum. Geen andere leuke, frisse ideeën, bijvoorbeeld de nationale soevereiniteit en identiteit versterken door symbolische standbeelden van helden te plaatsen, Groningen heropenen, ook de onzinnige stikstofnormen worden niet losgelaten. Ik ben allemaal niet tegengekomen. De oorlog in Oekraïne gaat gewoon door. De uitzichtloze en onwinbare oorlog die daar wordt gevoerd, die wordt door de coalitie nog steeds als onze oorlog beschouwd. En de leveranties van geld en wapens naar dit conflictgebied zullen eerder intensiveren dan verminderen. Steun aan de agressieve neoconservatieve NAVO wordt in dit kabinet zelfs in de wet verankerd. Dat is het plan. Ook het klimaat- en energiebeleid, gebaseerd op pseudowetenschap, die door linkse partijen als een soort religie wordt omarmd, gaat gewoon door. Steun voor de Europese Unie lijkt gewoon door te gaan. En ook het onderwerp woke en LGBT-indoctrinatie van kinderen en het aanmoedigen van steriliserende geslachtsoperaties lijkt gewoon door te gaan. Op al die hoofdpunten van het beleid zien wij vooral voortzetting van de jaren Rutte en geen verandering, geen aardsverschuiving. Ik heb dus ook eigenlijk hard moeten lachen om de krokodillentranen van links. Want volgens mij, ja, zo erg is het allemaal niet voor hen. Maar goed. Eén ding verandert wel en dat is dat er een constitutioneel hof gaat komen. Dat is zo'n beetje het allerslechtste idee wat je kunt bedenken. Volstrekte ondermijning van de democratische rechtsstaat. Rechters worden daarmee de baas over de democratie. Niet de bevolking, maar de juristerij heeft dan het laatste woord. Teleurstellend, zeer onverstandig. En ik ga het uiterste doen wat ik kan om mensen ervan te doordringen hoe vreselijk gevaarlijk het is om een constitutioneel hof op te tuigen. Dan heb je echt niets meer over je eigen land te zeggen. Oké, dat is al mijn kritiek. Toch hebben wij bij Forum voor Democratie wel heel veel zin in dit kabinet. Veel van de regeringspraktijk laat zich namelijk niet vangen in de tekst van een hoofdlijnenakkoord. Met goede mensen, en daar zitten er een paar van, met name de mensen die nogal kritisch werden genoemd vandaag. Met goede mensen op ministersposten kun je toch echt wel heel wat doen, denk ik. Als de minister er eenmaal zit. In dat kader zullen wij steeds met concrete voorstellen blijven komen die ook zoveel mogelijk binnen de bestaande regelgeving kunnen worden ingevoerd. Daar zal ik in de tweede termijn een paar voorstellen voor doen.
Namelijk uitgewerkte remigratieregeling en het terugdringen van de afstandsgrens van 25 kilometer die om Natura 2000 gebieden ligt, waardoor je op veel meer snelwegen in Nederland gewoon 130 kan rijden en daar is geen wetswijziging voor nodig. Maar er is nog wel één ander ding wat ik wil noemen, dat is een vraag die ik heb aan de minister-president. Want die ministers die kunnen natuurlijk alleen maar iets gaan veranderen als ze ook daadwerkelijk de baas worden op hun ministeries. Hoe gaat de minister-president in dit kabinet ervoor zorgen dat de SG's, de secretarissen-generaal, en de directeuren-generaal, de DG's op de ministeries ook daadwerkelijk gaan luisteren en niet dwars gaan liggen? Ik heb daar een voorstel voor, namelijk om alle SG's en alle DG's opnieuw te laten solliciteren op hun functie. En ook nieuwe sollicitanten die niet van de Algemene Bestuursdienst komen, het mogelijk te maken om op die functies te solliciteren. Dan kun je als minister het ministerie echt naar je hand zetten. Dan kun je echt iets veranderen. En ook daar is geen enkele wetswijziging voor nodig. Dat kan gewoon als ministerieel besluit komen. Ik wil graag de reflectie van de minister-president erop. En afhankelijk daarvan zal ik wel of niet ook nog daarover een motie indienen in tweede termijn. Dank u wel. Het woord is aan de heer Stoffer van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Voorzitter, vorige week fietste ik door de straten van Den Haag. En onwillekeurig moest ik denken aan Henk en Ingrid.